Bij hoogbegaafdheid komt het vaak voor dat we te maken hebben met meer dan één kenmerk, waarbij het tweede kenmerk buiten hoogbegaafdheid een psychische stoornis genoemd kan worden, zoals ADHD, Asperger, dyslexie. En ja, die tweemaal exceptionaliteit, die gaat samen met het thema misdiagnoses, omdat het kan zijn dat alleen de andere kant gezien wordt, dat ADHD-karakter, zonder dat het hoogbegaafdheidskarakter gezien wordt. Omdat alleen misschien de dyslexie herkend wordt en niet de hoogbegaafdheid. Wel, het spul wat hierna komt is ontleend aan het werk van James Webb over misdiagnoses. Voorafgaand aan een verhaal is wat James Webb in zijn boek ook doet, enige aandacht vragen voor Dabrowski's gevoeligheden of de overexcitabilities. En we hebben eraan toegevoegd dat die een probleem zijn als ze nog niet samenwerken. Als dat energieke, psychomotorische, dat je hart sneller gaat kloppen, dat je heel erg veel energie hebt, als dat nog niet aangestuurd wordt vanuit de andere gevoeligheden, dan kan het zijn dat je op ADHD-gedrag uitkomt als waarnemer, als ouder, als leerkracht. Als het zintuigelijke overladen wordt, dan kan het op Asperger lijken. Als het intellectuele overladen wordt, dan hebben we de ziekte hoogbegaafdheid, zoals je dat dan nog zou kunnen noemen. Maar dat is een beetje ver gezocht om dat bij de afwijkingen en de stoornissen te noemen. Als het om een beelddenker gaat, een imaginatief vermogen, dan kan het zijn dat je aan ADD of dyslexie loopt te denken bij een kind. Als het emotioneel sterker, gevoeliger is, dan kan het zijn dat je tot depressie en persoonlijkheidsstoornissen als conclusie komt van het gedrag. De dubbele diagnose die vaak samengaat met hoogbegaafdheid, levert een lijst met punten op die de aanleiding zijn voor die dubbele diagnose. Als er leerproblemen zijn, als ADD of ADHD, die kunnen zeker samen met hoogbegaafdheid voorkomen. Als er compulsief gedrag aan de orde is, Asperger-thema's. Als een kind deze meer voor de medische kant bekeken thema's in het leven heeft, dan kun je bij allerlei relatieproblemen die het kind nu ervaart ook voorspellen dat een gevolg van een aantal thema's later als volwassenen van dit kind ook kunnen worden: huwelijksproblemen, problemen op het werk, aanpassingsproblemen, geslachtsidentiteitsproblemen, niet weten of je eigenlijk man ben of vrouw ben. De leermoeilijkheden die op school kunnen zichtbaar worden, kunnen zeer wel samengaan met hoogbegaafdheid. En dat realiseert niet iedereen zich, dat je leermoeilijkheden en hoogbegaafdheid samengaat. De klassieke gedachte was, een hoogbegaafd is een kind dat op school goed presteert. De huidige opvattingen houden rekening met punt 11. Dat er handschriftproblemen bij hoogbegaafden kunnen voorkomen, dat er heel vaak van een asynchrone ontwikkeling op bepaalde gebieden kinderen ver voor zijn. En dat de verbaal performaal kloof, wat een IQ-test kan opleveren, dat die juist duidt op hoogbegaafdheid, is iets wat niet iedereen lijkt te weten. Hoogbegaafden hebben vaak het vermogen om hun leermoeilijkheden enigszins te compenseren, waardoor ze gemiddeld uitkomen in prestaties, terwijl ze eigenlijk veel beter zouden kunnen als die leermoeilijkheden zouden worden aangepakt. Bedenk dat de meeste dubbele diagnoses later bleken misdiagnoses te zijn. En dat sluit ook aan bij onze ervaring. Daar wordt niet zomaar onderzoek naar gedaan, omdat dat voor de psychiatrie niet een vanzelfsprekende zaak is. Hoogbegaafdheid is een non-issue voor de huidige psychiatrie. En dat is niet alleen in Nederland zo, het is wereldwijd het geval. Onze ervaring volgt eerst adviezen voor hoogbegaafdheid, als je dat de mensen op het spoor gekomen bent. En dan is er heel veel kans dat de klachten, zijn de symptomen van een van die stoornissen, verdwijnen. En die stoornissen die kunnen natuurlijk ook alleen maar in de picture staan. ADHD, Asperger, compulsief gedrag, dwarsgedrag, ongehoorzaam gedrag of dyslexie. Nou zijn een aantal aanvullende thema's in het betoog van een Web te vinden. Als die overexcitabilities dus zo sterk zijn en merkbaar is dat er overreacties plaatsvinden, huilt als niks, iets niet goed gaat en snel kwaad, dan hebben we te maken met een, die overexcitabilities waarvan je zou zeggen dat kind moet daarmee leren omgaan.
als het een sterk idealistische inslag heeft, heel ongeduldig bij falen, cynisme en depressie ontwikkelt, als er perfectionisme aanwezig is over eigen prestaties en die van anderen, als een kind voorlijk en ineens veelzijdig interesse heeft en heel versnipperde aandacht, dan kan dat leiden tot een misdiagnose, ongeduldig met zichzelf, overgevoelig voor kritiek. Dus als een kind niet een 10 heeft, maar een 8 heeft, dan zal het bij die hoogbegaafde al kunnen leiden tot een soort wanhoop, tot een soort overreactie, zoals we dat zouden kunnen voorstellen. En ja, als kinderen altijd heel anders van binnen ervaringen hebben dan anderen, dan heeft het ook moeite, kan het ook moeite krijgen om zich te verplaatsen in anderen. Dus er is al een kans op empathie, maar die hoeft niet ontwikkeld te zijn bij een hoogbegaafde. Als ze apart gehouden worden, als ze met baby's samengezet worden, al die kinderen van hun eigen leeftijd moeten spelen, omdat de school geen zicht heeft op de eisen die hoogbegaafdheid onderwijs aan het onderwijs stelt. Problemen met vrienden en relaties, het wenst zich niet aan te passen. Sterke wil, die onafhankelijkheid is opvallend en dat kan tot machtsstrijd leiden. Verwaarloos mensen en plichten als het erg geconcentreerd is. Een andersoortige dan lineaire leerstijl. Misschien wel een ongeorganiseerde manier van werken. Maar ja, dat was, als een snelle denker is, een hoogbegaafd kind kan soms toch nog heel wat presteren, ook al is het ongeorganiseerd. Soms overdreven gefocust en we dat niet over niets anders praten dan wat dan aan de orde is. En natuurlijk verveling bij routinewerk, verveling bij het hoofd leren en ook dat weigeren dat te doen. Onderpresteren door aanpassing. Dus niet de uitblinker willen zijn, maar veel met opzet fouten zitten maken. En die asynchrone ontwikkeling weer. Die op te merken is doordat een kind zowel hoge als lage prestaties levert in eenzelfde gebied. Slecht handschrift, ongebruikelijk slaappatroon. Creatief, dus eigenlijk ook niet passend binnen de school. Volstrekt onmogelijk gedrag. Misschien wel ongepaste humor op verkeerde momenten. Samenvatting. De thema's ADHD en Asperger zijn niet zozeer de redenen voor gedrag te noemen, maar ze zijn labels voor het gedrag zelf. Dat realiseert niet iedereen zich. Men denkt dat het om een onderliggende ziekte gaat. Wel nu, dat zal de psychiater niet beweren. Die zal beseffen dat het alleen maar om een label gaat. Het is wel een vermoeden ziekte, maar we kunnen bij de psychiatrie niet van ziekte spreken. De symptomen of dat gedrag zijn in de diagnose geïsoleerd en gefilterd, min of meer bevroren. Dat betekent dat ze soms geconstateerd worden, maar men denkt dat ze er altijd aanwezig zijn. Ze zijn ook heel erg geselecteerd en uit de context gehaald. Misschien was het gedrag heel adequaat. Ze zijn vergroot en eenzijdig negatief bekeken. Ze zijn niet van een toelichting voorzien door de betrokkenen. Door de leerling zelf. Waarom reageert hij zo? En ja, die psychische stoornissen, die genezen niet. Je leert ermee leven. Later blijken die kenmerken hoogbegaafdheid en creativiteit voor te stellen. Psychiatrie kent geen ziektes zoals de medicus met lichamelijke oorzaak. Een psychiatrische diagnose is niets anders dan een oordeel over de last of de misère, natuurlijk. Daar kom je bij de psychiater. En natuurlijk een afwijking van het gemiddelde gedrag. Farmaceutische industrie kan bij ADHD bijvoorbeeld een sterke invloed hebben op de aantallen waar het hier om gaat. Want als er Ritalin bestaat en dat wordt gezien als een medicijn, terwijl het helemaal geen genezende werking, maar een verdovende werking heeft op dat drukke kind, dan kan dat een sterke invloed hebben. Kennis van hoogbegaafdheid in de GGZ is niet heel. Ook bij andere beroepsgroepen is die niet uitgebreid aanwezig en de literatuur is dan ook volstrekt onbekend. Algemene adviezen. In de vorige geschiedenis wordt heel vaak niet naar die hoogbegaafdheid gevraagd. Ga vanaf nu eerdere diagnoses die de afgelopen 10 jaar gemaakt zijn, na. Als je een kind hebt dat behalve hoogbegaafdheid ook nog iets anders heeft, ga dan eerst de hoogbegaafdheid aanpakken. Samen met die hoogbegaafdheid symptomen bestrijden. Die hoogbegaafde zelf kun je inschakelen om zijn eigen gedrag aan te sturen. Ouders en kinderen onderzoeken ook alles zelf in deze tijd. Dus ze komen met veel uitgebreidere vragen en een arsenaal op het spreekuur of bij de expert. En dat maakt het lastiger voor die expert om er goed op te reageren. Je kunt natuurlijk doorslaan. Niet alle ADHD'ers en Asperger's zijn natuurlijk hoogbegaafd. Tot zover.